Freaking hell. Hey mensen, welkom bij een best wel leerzame video. Er zullen meerdere misschien komen, maar goed. Jullie zien hier. Deze video gaat over een paar redenen. Ik weet zelfs nog niet eens hoeveel redenen, maar een paar redenen waarom je de batterij van je telefoon zo snel leeg gaat. Tot zo. Reden 1. Hoe kan ik het zeggen? Mijn batterij is 95%. Reden 1. Kan zijn omdat, mijn scherm stond er net zo ver. Maar je moet je scherm minder fel zetten. Want hoe feller het staat, hoe meer batterij je moet verbruiken voor dat. Maar goed, reden 2. Dit is ook een goede tip voor degene waarvan ik het telefoonnummer heb. Bijvoorbeeld Ayelko. Het kan zijn dat je je Bluetooth moet uitzetten. Het geluid niet op trillen, want Ayelko, trillen, dat verbruikt keiveel batterij blijkbaar. En je moet dat dus nog eens optikken. En wat ook kan helpen is het internet uitzetten. Ik laat alles staan vanaf eerste tip tot de laatste tip van de laatste. Van deze video. Maar goed. Reden 2. Ik doel de reden 3. Heb ik camera aanstaan. Ik heb een pikzwarte foto genomen. Want blijkbaar. Het is wel leuk en aardig. Zo een achtergrond met honderden kleuren. Of zo een bewegende achtergrond. Maar blijkbaar verbruikt echt keiveel batterij. Laat me even doen. Nu heb ik wel als vergrendelscherm wel deze achtergrond. Maar ja, dat is maar voor een paar seconden. Maar ik heb deze achtergrond bij het station in Geel, is dat trouwens. Is mijn scherm nu lichter gegaan? Ja, blijkbaar wel. Maar blijkbaar gebruikt dat keiveel batterij. Dus, het is het beste voor je batterij voor een zwart-wit achtergrond te hebben. Of ja, zoals mij, een pikzwarte achtergrond. Startscherm. Instellen als achtergrond. Boom. Mijn telefoon begint dat niet leuk te vinden als ik het moet klaarzetten. Alles, want ik moet alles verpesten eigenlijk. Alles tegenovergestelde doen van deze video. Maar we zijn 3 minuten bezig precies. Maar goed. Laat me denken. Ja. Reden 4. Dit heb ik ook moeten klaarzetten. Vond die ook niet zo leuk. Is als je heel veel apps open hebt staan nog. En je denkt van. Ik ga lekker Idle Miner bijvoorbeeld spelen. Of Hillage Jump. Of ik ga mijn Facebook checken. En dan zie je dat je batterij leeg is. En die van mij is 95%. Trouwens. Dat bespaart alles trouwens. Nu dat ik alles aan het doen ben, volgens eigenlijk de telefoonregels eigenlijk, soort van. Maar ik zeg niet dat jullie dit allemaal moeten doen of zo, maar als jullie iets van 2 dagen willen meegaan met, zonder te moeten opladen van de batterij van uw gsm, dan zou ik dit allemaal het beste doen. En ben je vergeten wat de eerste tip was, kijk de video opnieuw, zou ik zeggen. De intro is niet zo heel lang. Maar, dus waar was ik gebleven? Je laat hem op en een uur na het opladen, dus je zit weer te spelen. En dan is je batterij weer iets van 60%, dat kan. En je denkt zo van, staan er apps open of zo? En dan zie je dat 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 apps bijvoorbeeld, want dat is nu bij mij zo, openstaan. Die heb ik maar heel snel aangetikt, terug afgezet, via het rondje hier. Maar het is het beste voor de batterij om ze allemaal af te zetten. Bespaart ook batterij. Dit was eigenlijk zo goed als de video. Het waren maar 4 of 5 tips, maar ze kunnen wel handig zijn. Nu ga ik wel alles terugzetten zoals ik het eerst had. Dus toen de,
Ja, vanaf het allereerste begin van de video. Maar vanaf de intro, hoe daar mijn gsm toen stond. Maar ja, ik ga de felheid van mijn scherm wel zo laten. Maar mensen, vonden jullie dit een interessante video? En willen jullie meer zien van hoe fix je dat of hoe fix je dat? Er kan een deel 2 komen, want ik ben een video aan het zien. 10 plus, dus het kan meer dan 10 redenen zijn waarom je batterij zo snel leeg gaat. Er kan een deel 2 komen, omdat ik niet de hele video heb gezien. Nog iets van 2 minuten of zo. Is er mee? Try not to touch your phone and push a button. Ah ja, je laatste reden is ook nog, je mag nooit. Allee, als je niet wil dat je batterij zo snel leeg gaat, mag je nooit je in de zon zitten. Want, plus je telefoon in je handen houden. Want 1. De batterij moet ook nog eens de warmte van de zon tegengaan. En dan nog eens de warmte van je hand. Dus dat is ook nog een dingetje. Tot zo van, ja, dat ik bij het volgende ben. Kan zijn dat ik die setup weer moet gebruiken, maar tot zo. Oh ja, nog even een dingetje. Gebruik zo goed als nooit je knoppen. Dus je kunt het beste praten. Bijvoorbeeld, je wilt op Google opzoeken kak. Dus dat je afbeeldingen van een stuk scheid wilt zien. Dan kun je het beste kak zeggen in een voice command. Dus ja, zoek oprecht dingen. En je hoeft niet te zeggen over deze video. Nope, ik ga dit allemaal niet doen. We zijn 7 minuten en 10 seconden bezig, dus je kunt het beste luisteren. Tot zo. Oh, je moet blijkbaar de auto rotate screen afzetten. Dus daar, als je je scherm bijvoorbeeld zo draait, dat je scherm automatisch meedraait. Dan moet je uitzetten blijkbaar. Wil je je batterij besparen. Tot zo. Maakt niet uit of als je deze niet doet. Reden 14 blijkbaar. Ik ben de tel sowieso kwijt. Maar dit doe ik trouwens zelf ook niet. Je telefoon compleet uitschakelen. Voor de mensen die dat wel doen, bijvoorbeeld mijn moeke. Goed bezig, dat bespaart heel veel batterij. Maar ik doe dat nooit, dus daar moet ik op gaan letten. En ja, we zijn 8 minuten bezig. Maar je moet sowieso altijd, als je je telefoon nooit gebruikt, en dat is zelfs een echte regel, je moet altijd je apparaat uitzetten als je hem niet gebruikt. Bij PlayStation is dat makkelijk. Ook voor mij, want ik zet altijd die knoppen erachteraf. Waardoor dat er geen energie meer naar hier kan komen. Dus ja, geen huis branden. Dat maakt het makkelijker om dat niet te laten gebeuren. Maar goed, volgende reden als er nog één is. You know how your phones. Ja. Nummer 15 van de video. Je moet altijd je batterij opladen tot een 100%. Alleen meestal. Ik weet niet waarom, maar ja, blijkbaar is dat ook een regel. Ja, tot de volgende. Oh shit. Mensen, denk niet aan hetgene wat ik daarnet zei. Blijkbaar is dat juist slecht voor uw telefoon. Om uw batterij helemaal tot een 100% op te laden. Dat is juist slecht voor uw telefoon, blijkbaar. Dus laat hem beter op tot een 95% of zo. Tot de volgende regel. Dit is even een raar stuk van die re laatste regels, maar ik had die video niet helemaal bekeken. Maar dus ja, dat was de video dus. Een soort, hoe kan ik het noemen? Een spreekbeurt over wat je mag doen of niet mag doen met je telefoon. Hey, dat is wel een goede voor spreekbeurt in het middelbaar. Dan laat ik mijn telefoon zien en dan zeg ik ze van, je moet altijd dit en dit en dit doen. Enzovoort. Daar kan ik best wel wat dia's mee scoren. Plus veel tijd, want ik ben al 10 minuten bezig, precies. Met
Om elk soort van al die dia's te vertellen. Maar mensen, vonden jullie dit nou een interessante video? En gaan jullie sommige dingen gebruiken van deze video? Bijvoorbeeld je telefoon helemaal uitschakelen, waar ik het net ook niet heb gedaan. Een pikzwarte of een zwart-witte achtergrond zetten in je telefoon. Zet in de reacties welke jullie gaan gebruiken. Of bijvoorbeeld, ja, niet helemaal tot 100% opladen. Dus ja, dat is even een foutje. Denk daar niet aan. Dus bijvoorbeeld 95%. Die gast van, van het YouTube-kanaal zei letterlijk 95%. Letterlijk, als voorbeeld. Zei ik daar, maar hij zei precies hetzelfde. Maar oké. Dus ja. Mensen, zet in de reacties gewoon welk jullie denken dat jullie gaan gebruiken. En ja, hopelijk gaat dit jullie telefoon een beetje redden. En dus misschien een paar jaar langer laten meegaan. Ik dacht van, ja, ik zie deze video nou. Nou moet ik het nog gebruiken ook. Ik moet mijn abonnees gewoon soort van redden. Allee, hun telefoon dan. Van, ja, dat die langer meegaat. Maar, mensen. Jullie zouden bij sommige regels misschien denken van, waarom zouden we dat gebruiken? Nou, ja. Om je telefoon langer te laten meegaan, godverdomme. Nee, grapje. Ik ben niet boos als jullie dingen niet gebruiken, maar het is wel handig voor je telefoon. Je telefoon zal blijer zijn als je alles zou gebruiken. Maar mensen, like, abonneer en vergeet niks in de reacties te zetten. Dus vergeet niet in de reacties te zetten wat jullie zullen gebruiken. Welke dingen. Zet dan gewoon in de reacties van, Matthew, ik zal dingen gebruiken van dat ik mijn telefoon moet uitzetten, compleet, alle apps uitschakelen, scherm iets minder fel zetten, zwart-wit of helemaal zwart de achtergrond zetten. Ja, zet zoiets zo gewoon in de reacties. Maar mensen, like, abonneer en bye-bye. Tot de volgende video. En dat is morgen de World of Warships Legend video. Tenzij dat ik nog andere video-ideeën heb. Tot de volgende video.